wijze waarop dit de industrie gaat veranderen is vooral dat we kijken naar het totale proces in plaats van in stukjes. We weten nu alles over printen en nu verder. Het is toch de techniek die ons verbindt. Het project is afgekort als 3D-FPP en dat staat voor Integrating 3D Metal Printing and Flexible Post-Processing. Dat is een project, een Europees subsidieproject, wat wij in de afgelopen 2,5 jaar met een zevental partners hebben uitgevoerd. Waarbij we hebben gekeken naar de post-processing van 3D geprinte onderdelen. Nou, het probleem is dat op het moment dat je iets gaat 3D printen, dan is het vaak nog niet zoals je het uiteindelijk wilt hebben. You don't start with a block of material and then remove the material around it, like in normal machining. Start with already with a part that is very close to, but never perfect. Als een object geprint is, dan wordt die gemeten, vergeleken met het origineel. En dan wordt dat helemaal handmatig nabewerkt. Dus iedere keer moet je heen en terug. Dan past het weer in het design wat we wilden hebben. Je wilt bepaalde maatvoeringen halen, je wilt bepaalde oppervlakte gladheid hebben bijvoorbeeld. En op het moment dat je het uit die machine haalt, uit die 3D-printer haalt, dan ben je alles kwijt. Op het moment dat je hem dan dus in een CNC-frees wilt zetten bijvoorbeeld om hem na te gaan bewerken, ja, dan moet je op de een of andere manier weten waar die zich bevindt en hoe die zich georiënteerd is. Nou, dat kan je doen met meettasters. Die meettasters, dat kost heel veel tijd, zowel van de man die achter de machine staat als de machine zelf. Dus als we dat nou eerder al kunnen doen, voordat dat part in de machine staat, dan kunnen we daar geld en tijd mee besparen. En nou gaat dat in één stap. Dus het komt uit de printer, we zetten het in een klem, het wordt gescand, de afwijkingen worden bepaald en dat wordt direct vertaald naar de juiste aansturing van de CNC-machine. Normaal waren dat heel veel handmatige handelingen en nu gaat dat in één stap automatisch. We gebruiken in dit project user cases om te laten zien hoe onze oplossing functioneert en presteert. En een van die user cases is het zogenaamde mirror object. En het mooie is, het is het meest nutteloze object ever. Maar het heeft alle complexiteiten voor 3D printen in zich. Zoals convex, concaaf, kanaaltjes, gaten, inkepingen, intern kanaaltje. En dat hebben we speciaal voor dit project ontworpen. Zodat we echt kunnen laten zien hoe deze oplossing functioneert en presteert. In dit programma hadden we dus mensen zitten die dus heel veel weten van het nabewerken, scannen van producten, software. En al die dingen hebben we dus nu samengebracht. En dan kun je dus meer bereiken dan wanneer je alles zelf in je eentje zou moeten doen. Wij zijn de Hittegroep en wij maken onder andere producten voor de high-end industrie, waaronder de medische en de chipindustrie. En wij stellen als Verspanen bedrijf onze machines beschikbaar om daar test op uit te voeren. As a 3D printing bureau, we provided the knowledge from the actual user and the problems that actually occur in the world of 3D printing. Argon Measuring Solutions zit in dit project om het meten van de verschillende objecten te verzorgen. De geïntegreerde nabewerking van metaalobjecten, dat doen wij aan de hand van een zogenaamd algoritme. En die rekent alle interface stappen tussen de verschillende processtappen van printen naar frezen en polijsten. Op basis van die gemeten data gaan we vergelijken naar de CAD-positie, de theoretische positie. Daar de afwijking ten opzichte van bepalen en op basis van die transformatiewaardes kunnen dan de andere partners verder gaan om de CNC-code aan te passen. Dus op het moment dat we de data, de gescande data konden omzetten naar een format wat een CNC-machine kan begrijpen. De eerste stap daarin die was heel belangrijk en daarna was nog een proces van optimalisatie. Maar de eerste stappen daarin die waren voor mij doorslaggevend om te denken dit heeft potentie, dit kan wat gaan worden. Het is echt uitdagend omdat er bepaalde complexe uitlijnalgoritmes bij gebruikt worden. We gaan starten van de CAD-file, maar ook met de toleranties die er meegegeven worden en de stock requirements op de geprinte stukken. Al die verschillende factoren worden gecombineerd om uiteindelijk tot een correct eindproduct te geraken voor de klant.
Wat hier gebeurt is dat we gewoon enorm veel rekenkracht gebruiken om problemen en om fouten van mensen te voorkomen en op te lossen. At first it's an application form on paper, and then we see them through their implementation and project meetings, and we see them becoming a team. Als we individueel op dit project zouden werken, zouden we nooit tot een volledige werkende oplossing komen, omdat iedereen zijn eigen gebied wel goed kent. Maar het is die combinatie van kennis van verschillende partijen, verschillende mensen, die echt wel ja, een meerwaarde is en waardoor dat de oplossing ook breder gaat als een ja, specifieke niche. Ik was absoluut sceptisch en vooral omdat het natuurlijk een hele lastige opdracht was, omdat iedere partner een stukje eigen inbreng moest leveren. En University of Exeter die zit natuurlijk aan de onderzoekskant, waar wij natuurlijk ontzettend aan de uitvoerende kant zitten. Die knappe koppen daar kunnen ons prima helpen in het bereiken van het doel als het gaat om algoritmes maken. Maar die zijn niet in staat om na te denken over hoe dat de gebruikersinterface, hoe dat voor elkaar moet krijgen. En daar kunnen wij ze natuurlijk in adviseren. En ik denk dat we dat met z'n allen goed hebben gedaan. Het mooie van dit project en van het systeem dat we hebben ontwikkeld is dat het retrofit is voor bestaande machinerie. Dus we hebben allemaal CNC-freesbedrijven in Europa die eigenlijk traditioneel CNC-frees bewerkingen uitvoeren op objecten. En die kunnen met deze technologie eigenlijk meegaan in een nieuwe technologie, namelijk het nabewerken van 3D geprinte onderdelen. We zijn in staat om op basis van de gescande data een CNC-machine te laten herpositioneren. Nou, dat vind ik al een mooi resultaat. I just really would like to congratulate them for all the hard work that they've done. This is going to have a long-lasting effect on what they do, and it can be transferred to the industry, their solution. So for us, it's really good to see that. Ik ben trots op de samenwerking. Ik ben trots op hoe we echt ook een team zijn geworden door de 3 jaar dat we dit project doen. Hè? En ook trots op wat er staat vandaag. Jazeker.